Nou, beste kijkers, vandaag zijn we woensdag 21 februari. Vandaag gaan we shoulders trainen. We gaan dat 3 keer in de week proberen. Het is nu de laatste week van het bulk season. En dan gaan we beginnen cutten 1 maart. Want als het zomer wordt en je hebt een buikje, wow, dan trek je dat niet veel. Nu gaan we eerst een oefeningetje doen. Eentje voor volledige schouders mee te pakken. En direct de superset hier aan de cables. De namen weet ik niet juist in het Engels, maar als je kijkt en hoe dat plaat, ga je wel zien hoe dat moet. Shoulder press rechtstaand is ook nog altijd voor de volledige schouder te shocken, de spier te shocken. Dus volledig de schouder mee pakken. De laatste set ook. Dus daar de vierde setten. Waarom geen 3? En waarom wel 4? Dat hangt af van dag tot dag. We zien hoe dat mijn humeur is. En zie je. Houd de lokaal, omdat het wat zwaarder begint te worden, voor zeker die rug niet te belasten. Ja, inderdaad. Dus super, 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 super set voor de achterkant schouders. De spieroefening zit achter elkaar. Ja, dat is voor die achterkant mee te pakken. Achterkant is minder ontwikkeld, dus dat is belangrijk dat die ook mooi uitkomen. Ja, weer al de Engelse naam, ken het niet. We hebben kijk, en hup, hè. En dan kom in orde. Ik ben voorover buiten, die rug recht. We kunnen nu niet dat bankje gebruiken. Shame. 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 Kevin Caro, ho. Kevin Mott. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Oefening, achterkant schouders met de cables, kruisen, trekken, dus weer concentratie op die achterkant. Hier. Derde set ook, laatste set. Ja, watch and learn. Bitches!
Volgende bak, al het gewicht. Al het gewicht. Ik denk dat ik moet verhuizen naar fitness. De weg komt licht. Want het is ook nog een kunst om ze soepel te doen. En die kunst hebben we nog niet 100%. Maar het is best. Ja. Zesde maat, wat heb je er alles uit geduwd? Chapeau maat, chapeau.